Hallo. Vandaag nemen wij een kijkje in de Rembrandt-fabriek. Hier is het atelier waar al die schitterende schilderijen van Rembrandt worden gemaakt. Aan de lopende band door leerlingen als Govert Flink, Gerard Douw en... Hey. Hallo. Daar hebben we leerling Ferdinand Bol. Wat ben je aan het doen? Nou kijk, ik maak een Rembrandt. Een portret van Elisabeth Bas. Hoe? Spannend. Nou, dat valt reuze mee hoor. Ik heb er deze week al zoveel gemaakt. De een na de ander eigenlijk. Dus het loopt goed? Ja, ja, iedereen wil tegenwoordig een Rembrandt in huis hebben. Hè, dus. Ja, maar dit is toch geen Rembrandt? Nee, op zich heeft hij er zelf nog geen streek aan geleverd. Nee. Maar waarom noem je het dan niet naar jezelf? Ja, dat scheelt geld hè. Als ze het een Rembrandt noemen, dan krijg je het dubbele ervoor. Ja, ik ben maar de stagiaire. Hè. Oei, maar is dat geen bedrog? Nee, toch? Of wel? Of... Nee, maar ik neem aan dat Rembrandt je wel sturing geeft, hè? Leiding. Nee, dat denk ik allemaal zelf. Maar doet hij dan helemaal niets aan dit schilderij? Jawel, ja, uiteindelijk, als het bijna af is, dan komt hij langs en dan zet hij een paar vegen op dat doek. En dat is dan weer zo typisch Rembrandt. Ja, dat kan alleen hij. Wat voor vegen? Zal je hem hebben. Zo, ben je klaar? Ja, op zich wel, oude meester. Ziet er goed uit. Dank u. Lekker bezig. Zo. Dat is ook weer een echte Rembrandt. Typisch ik, hè? Dat spel van licht en donker. Nou, ik moet weer eens verder. Nog een hoop handtekeningen te zetten. Ja, tot ziens, oude meester. Tot ziens, jonge leerling. Dank je wel. Dit was weer een kijkje in de keuken van de Rembrandt-fabriek. Tot de volgende week. Zo heel chagrijnig, hè?